Ja, jullie zijn vandaag hier gekomen omdat we in onze vernieuwde ruimte zitten. We hebben een jaar lang met de COVID bijna allemaal thuis gewerkt. Onze klanten niet kunnen ontvangen, onze klanten niet kunnen zien, althans in de meeste gevallen niet. Dat is best een hele moeilijke periode. Met name omdat we juist mensen zijn die het graag samen doen, wil je de klant ook graag samen ontmoeten. We hadden daarvoor totaal niet de ruimte, want we zaten behoorlijk klein behuisd voor ons team. En in december deed zich de mogelijkheid voor om ruimte te vergroten. En toen konden we misschien maar anderhalf keer groter krijgen als we hadden. En toen hebben we dat met beide handen aangegrepen en toen zijn we in januari begonnen met het bouwen en verbouwen. Enerzijds hebben we veel meer kantoorruimte, zodat we ook weer met de collega's op kantoor op een veilige manier kunnen werken. Dat vind ik wel erg van belang. En we hebben heel lang hier, ik heb hier zelfs vorig jaar 2 maanden alleen gezeten op kantoor. Helemaal in mijn uppie. En iedereen thuis. En dan hielden we contact via Teams en allerlei andere digitale middelen. Maar we merkten op een gegeven moment dat het ook wat erosie gaf aan het team. Ongewild, want daar kun je helemaal niks aan doen. Maar we vonden het ook belangrijk dat we elkaar, ja, we zien elkaar weer, we ontmoeten elkaar. De kleine dingetjes in de afstemming overdag vinden nu weer plaats. Die waren toch, ja, door het thuiswerken wat moeilijker geworden. We merken ook aan de collega's dat ze het lastig vinden om thuis te werken met allerlei situaties. Dus daar kunnen we nu weer met behoorlijk veel ruimte, dan kunnen we nu weer gelukkig op kantoor werken. Op een veilige manier. En hoe veilig is dat dan? Als je het omrekent, hebben we bijna 50, 75 vierkante meter per persoon aan ruimte ter beschikking. Als je het omrekent. Nou, waar we hier zitten, is niet ons kantoor. Dit is onze ruimte, noemen we de Kuierhok. Dat is even op het Twents plat gezegd. En we hebben hier een hoek willen creëren. Leiders met elkaar kunnen praten, Kuieren is in Twents praten. En je kunt hier met elkaar praten, je kunt hier praten als collega's. Maar zometeen als de COVID-perikelen weer ten einde zijn, wat we hopelijk ook snel zullen merken. Dan hoop ik hier ook weer klanten te ontvangen, voor sessies, voor BIM-sessies, voor een borreltje, een biertje en noem maar op. En daarom hebben we ook best met z'n allen zorg besteed om deze ruimte ook wat anders te maken dan ons kantoor. En eigenlijk een stukje gezelligheid te creëren. Dat hebben we met alle collega's gedaan. Sommigen zijn van de ideeën, sommigen zijn van de uitwerking. En zijn zelfs op zaterdagmorgen nog mensen aan het behangen geweest. En aan het stofferen en 's middags en 's avonds elkaar na te keren. Dus iedereen heeft hier op zijn manier zijn steentje aan bijgedragen. En we zijn er met z'n allen eigenlijk gewoon apentrots op dat we het voor elkaar gebokst hebben. En dat ook in een stukje waardering aan die eraan bijgedragen heeft. Top wat we hier gemaakt hebben. En ik hoop dat het zijn doel snel mag dienen. Welkom bij MBS Haarlem Casco in Rijssel. We zijn hier in ons nieuwe kantoor. Kom maar even mee. Nou, we hebben 2 spreekkamers, dit is er 1 van. Dan kunnen we digitaal ontmoeten op het scherm. En de toekomst hoop hier natuurlijk ook met elkaar weer te kunnen gaan vergaderen, met elkaar weer live zien. Dit is onze nieuwe kantine. Hier willen we u graag natuurlijk in de toekomst gaan ontvangen. We kunnen met elkaar koffie drinken, kunnen het hebben over de zaken. Op het moment doet alles nog digitaal, maar zoals u ziet, we zijn helemaal voorbereid op de toekomst. Dus ontmoet u graag binnenkort live bij ons in de kantine.